Ik dacht, geef goede voorbeeld. Zeg ja, ja oké, okay, ja, netjes, netjes. Ja, niet dat ik daar iets aan mee doe of zo. Dat is... Die feedback, nee. Nee, 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 nee. Ja, dames en heren, het is weer tijd voor Gamersnet Gear. Uw wekelijkse portie tech-behandeling. Dit is Peter, ik ben Tom. En deze Peter is aan de gang geweest met wederom een stukje Hollandse glorie. Vorige week hadden we namelijk Philips monitor, fantastische Philips monitor. En nu is het tijd voor het Trustmuis. Trust komt natuurlijk gewoon uit Dordrecht. Made in China, maar bedacht in Dordrecht is ook de tagline. De Trust GXT 177. Hoe, budgetmuisje? Hoe is die? Ja, goed. Leuk, die Nederlandse dingen. Ja, dat vind ik tof. Ik vind dat we meer van Nederlandse bodem moeten hebben. Ja. Zijn er nog meer techbedrijven in Nederland die dingen doen? Volgens mij niks is echt van Nederlandse bodem. Het wordt altijd in Taiwan of China of whatever gemaakt. Oké, dat gemaakt, is dan wel maar... goedkoop, want daar willen wij niet voor werken. Maar, nee, precies. Dat komt, dat design. Ja, dat design komt uit Nederland. Laten we het daar even over hebben, want het design is gebaseerd op andere designs. Ja, hoezo? Waar, nou, omdat hij heel erg lijkt op andere muizen in dezelfde price range. Ze doen elkaar een beetje na altijd, vind ik. Als in, want hoe duur is de... Wat, hoe deze duur kostte ongeveer €43. Ik heb ze ook voor 70 gezien. Daar niet kopen. Maar... Dan importeren ze hem vanuit Nederland ergens anders naartoe. Dan importeren ze hem weer terug. Ja. En bij Bol staat hij voor 43, 44, zoiets. Dat is vaak de richtprijs. Dat is de richtprijs. En ja, het is natuurlijk een beetje een goedkopere versie van de Razer Diamondback serie. Want daar lijkt hij een beetje op. Ja, want hij is met symmetrie. Dus ambidextreus. Ja. Dat je links en rechts kun je bedienen. En natuurlijk kleurtjes. Dat hij is heeft ook heel veel kleurtjes. Alle kleurtjes. Ja, zijn dat ook drie regionen of is het echt één ledje, zeg maar? Nee, het is één ledje. Ah, oké. Okay. Dus dan is hij niet zozeer als de Diamondback, want die nee, had maar die dat is ook 20 euro ledjes. Duurder. 40. 40 euro maar ik kan wel alle kleuren nemen. Je kan laten pulseren, je kan er wat effectjes mee doen dat hij wat harder en zachter gaat. Je kan je kleurtje instellen dat je gewoon altijd gamers in het blauw hebt. Dat is vet. Het oogt in ieder geval al gamer, maar het oogt gamer. Hoe gamet het dan? Het gamet, ja, prima. Ik vind dat dit soort muizen is heel erg mijn soort muis. Ik hou niet zo van hele grote gepimpte muizen met 100.000 knoppen. Ik vind ook muizen die, wat jij net zei, dat als je links en rechts handelen. Ambidextreus. Precies. Ja. Die, dat klinkt trouwens als doping. Het klinkt heb als doping. Heb je ook ambidextreus gebruikt tijdens het wielrennen? Ja, of als een X-Men held of zo. Nee, een villain. Ja, een villain, ambidextrus. Everyone shall have two hands. Ja, goede villain. We hebben allemaal al twee handen. Ja, dat dacht ik dus ook al aan. Forfiet! Nee, maar... Er zitten 8 knoppen op, dus je hebt, aan de zijkanten heb je gewoon knoppen. Schoudertoetsen. Schoudertoetsen. En zijn allemaal natuurlijk... DPI-switch. En zijn natuurlijk allemaal maakgrote kieën. Je kan er alles mee doen wat je wil. Ja, hoe is de software? De software is prima. Hij is simpel, hij laat snel, hij is niet... Ik heb vaak met dat software dat net even wat vastloopt af en toe. Dat oh is bij ja. Deze... Oh, ik moet snel iets verstellen. Oh, kan blijkbaar niet. Voor 5 minuutjes wachten. Nee, super handig. Ze hebben 5 profielen toegevoegd die je helemaal kan instellen. En, oh, dan heb je natuurlijk ook dat je kunt zeggen de DPI-knop is om profielen te switchen. Kun je natuurlijk ook instellen. Zo. Dat kun je ook instellen. Netjes. Zeg maar precies zoals je het zelf wil. En je kan natuurlijk de DPI daar aanpassen tot 14.400. Vind ik echt, meestal is het, blijven ze hangen bij de 8000 en dan schieten ze in één keer door naar de 16.000. Ja. Zoals bijvoorbeeld ook de Diamondback, die we ook behandeld hebben trouwens. Maar dit is 14.400, hè? Ja, ze wilden voor 401 gaan, maar dat lukte niet. Ja, maar het is een beetje ongebruikelijk hoeveel DPI, maar het is wel hoog. Overigens lasersensor natuurlijk dus ook. Is dat ook nog in stapjes te doen van bepaalde... Is het in stapjes van 1 DPI te doen of is het zo van 100? 100. Ja, stappen van 100. Oké, ja. En je kan ook die acceleratie, waar ik heel veel op internet over zag, over de acceleratie. Mouse acceleration. Ja, die kan je uitzetten en aanzetten, want heel veel spelers willen dat dan niet. Nee, ik heb dat ook niet. Maar ik was laatst met iemand aan het gamen die zei van ik ben eraan gewend, dus ik kan er niet meer vanaf. Ik dacht van, wat doe je jezelf aan? Die is gewoon verslaafd aan acceleratie. Ja, nee, maar ja, als je het niet anders kent, dan snap ik dat je het nog gebruikt. Maar meestal, als je tegen een gamer zegt, oh, ik heb mouse acceleration, dan is het zo van, wat, ga weg! Ja, hij stond ook standaard uit, hoor, in het programma. Ja, nee, dat weten ze zelf ook wel. Godzijdank, trust, ja, goed precies. Zo. Goed gedacht in Dordrecht. Ja, weet je, dit is gewoon dus een standaard gaming muis die ik persoonlijk altijd de fijnste gaming muis in lijnen vind. Ik hou niet van poespas, ik hou niet van toetsen en bellen. Ik wil gewoon een degelijk beestje. Die gewoon goed in te stellen is, waar je gewoon een lampje, dat vind ik altijd al heel grappig, maar is niet eens noodzakelijk. Weet je bent vind... een beetje een basic bitch. Je nou bent ja, gewoon lekker simpel, ambidextreus. Ik geloof ook niet in al die knoppen, want ik heb ze niet nodig. Ja, je hebt er wel 2 aan beide zijden, dat is al meer dan ja, maar dan dit is mijn granaat en dit is mijn jetpack in Battlefront. En meer heb je als mens.
niet nodig. Nee, oké, okay, maar even qua afwerking. Want hij is natuurlijk wat in een wat goedkoper segment. Je ziet ook geen gewoven kabel. Nou, nee. Dat valt een keer te overzien. Maar dat stofje eventjes. Ja. Want Trust heeft er een handje van om een beetje een aparte textuur op de muis te zetten. Op de body van de muis. Ik ben geen fan van het stofje. Nee, we hebben het daar eerder over gehad. We hebben eerder een beetje gezeken over... Het was de Trust GXT 155 of 188. Het is altijd zo'n soort cijfertje. Maar dat stofje is... Jij krijgt daar zweethanden van. Ja, en dat komt... Dat was een hele grote muis. Dit is een minder grote muis. Ik vind het hier niet zo'n groot probleem. Maar dat was een hele grote muis. Alsof je met je hand op een schildpad zit en moest muizen. en dat is, dan werd het gewoon... Ik krijg best wel zweethanden. Ze nu ook, maar het is ook 40 graden buiten. En als je dan continu vol op je muis zit, dan wordt de muis ook sneller lelijk door dat stofje. Omdat het gewoon die huidschilfers en dat huidvocht komt erin. Het houdt vast. Dat wil zeggen, dat is extra grip in het spel. Maar ik denk ook dat dit sneller vies gaat worden dan gewoon zo'n gladde muis. Je bent gewoon constant je muis aan het pekelen. Pekelen? Ja, dat is eigenlijk het ding. En dan blijft het niet goed. Als je dingen op zee legt, blijft het ook niet goed. Dat is hetzelfde met je muis. Maar bij deze... Toch weer terug te komen op die schildpad, hè? Ja. Ik ben dus geen fan van het stofje. Ik ga daar niks aan kunnen veranderen, want dat is nou helemaal wat ze gebruiken. Maar bij deze muis is het wel... Subtieler. Veel minder storend, omdat ik er minder met mijn hand op zit. Ja, nee, oké. Okay, dat is kijk, je houdt deze muis natuurlijk ook meer zo vast. En bij die andere moet je terecht... Meer met de claw. Ja, met de klauw. De softball. Ja. En dat is dus wel een verschil. Ik vind het... Ik hou niet van gebakken lucht. Daar hou ik niet van bij mensen en ik hou er niet van in producten. Nou oké, okay, ja, dan moet je natuurlijk niet voor... Nou, Mad Catz is laatst failliet gegaan, hè? Dat waren de poespasmuizen. Ja, helemaal terecht. Want wat heb je eraan? Hij zag er tof uit. De Mad Catz Rad Pro X. Ga nu de Gamers Net Gear ervan kijken, want het is een prachtige muis, maar het bedrijf is erop failliet gegaan. Ja, prima. Want dat soort poespas hebben we helemaal niet nodig. Nee, en jullie kunnen nu in de comments zeggen, wow, maar dat was super vet. Prima, hadden we dan gekocht, waar ik niet failliet gegaan. Oh snap, altijd dan gered. Economie, koop het goed. Nee, Trust GXT 177 is gewoon je basic bitch muis. Peter is over te spreken. Voor €40 is er ook bijna niks op aan te merken. Nee. Nou oké, okay, dan heb je het daar. Gamers Net Gear. Elke dinsdag brengen wij de nieuwste tech gear gadgets. Als het maar iets met games te maken heeft, willen wij het graag behandelen. Dit was Peter, ik ben Tom. Kom een keer langs op gamersnet.nl. En als je op YouTube kijkt, vergeet niet te liken en even door te klikken naar allerlei andere leuke video's. Doei!